Hoi, ik ben Cyril. Ik ben single en eenzaam. Dus eigenlijk heb ik behoefte aan een goede knuffel. Maar gelukkig is de app Spoener. Een app waar mensen die ook behoefte hebben aan een knuffel, elkaar meeten. Om te knuffelen. Nou, ik heb de app geopend en ik heb hier een lijst met allemaal potentiële knuffelaars. En aangezien ik hier in de hartje sta van Amsterdam, moet er vast wel iemand zijn die wil knuffelen, toch? En ik ga gewoon iedereen vragen. Man of vrouw, maakt me helemaal niks uit. Ik ben heel wanhopig. En nu wachten. Ja, we zijn inmiddels een uur verder. En ik heb 55 verzoekjes gestuurd. En nog geen één antwoord terug. Maar ik geef niet op. Zonder die app red ik het ook wel. Ik ga gewoon knuffels forceren. Ben ik een hout? Dit is een hout. Dit is een hout. Dit is like. Touch me. How do you feel? I feel good now. I feel very good now. Oké. De eerste keer is zo raar, maar geloof het of niet, je went er een beetje aan. Het is gewoon een beetje. What's up? Cool, bro. I love you, man. Yeah. I love you. Waarom pak ik allemaal gasten? Ik loop hier miljoenen meiden rond en ik pak allemaal gasten. Zegt dat niet zo? Ja, nee, gaan we niet diep op in. Laten we gewoon verder gaan. Nu wat meiden. Love me, love me. Mm-hmm. Alles heel goed nu. Komt goed, man. Ja. Ja. Just a hug. Just like a quick. I love you, man. It's okay. A hug. What? Just a hug. Just like a hug. Like. What's this? What happened? I just want a hug. I feel sad. I just want a hug. Sad? Why? Because I'm lonely, man. I'm a lonely man too. Yeah, so give me a hug, man. What's up, man? I'm from China. Nou, die app Spoener werkt voor geen kut. Dus als je echt een goede knuffel wil, dan kan je beter lekker op straat gaan houden. En ik heb een goede knuffel gehad. Geforceerd of niet, ik ben een stukje minder eenzaam. Maar ik ben het toch wel.